Vice-president Ashwinan is totaal de brief waarin ze vraagt om terugdraaiing van de door de regering toegeëigende bedragen. Uit de missieve van 30 november 2016 blijkt namelijk dat voor de viering van kerst 2016 de ministers samen een bedrag van 850.000 SRD ontvangen. De vicepresident ontvangt 75.000 SRD, terwijl de president 1000 SRD. Aan de andere kant heeft de regering zich voorgenomen op het salaris van ambtenaren een belastingvrij bedrag van 100 SRD te storten. De hoogte van dit bedrag staat in schril contrast met dat van de hoogwaardigheid. Volgens VPAdien is het helemaal niet waar dat de regering zich bedragen zou hebben toegeëigend. Ten eerste is een missieve een geheim stuk. Het volk moet weten wat de regering doet. Dus wat in de missieve staat is voor iedereen. Maar het probleem wat ik met deze heb is dat de missieve een geheim stuk is. Hoe geheim, want in andere geheime stukken gaan mensen hun informatie en allerlei zaken. Dus het is niet goed dat er zoiets natuurlijk naar buiten komt. Het moet onderzocht worden hoe dat gebeurd is. Maar voor wat deze informatie betreft, wat ik jammer vind, is dat men is gaan springen. Ik denk delen van het parlement. Om dan allerlei conclusies te trekken alsof ministers, de VP, de president geld toe-eigent. En dat is het jammerlijke, want kijk, als je mensen goed had geïnformeerd, zou men weten wat de werkelijke besluiten zijn van de raad en aan de hand daarvan welke missieven zijn uitgekomen. Wij hebben besloten om eind van het jaar geen grote feesten meer te vieren. Dat is wat eigenlijk besloten is. Dat is het verhaal. En daarmee besparen we voor jubilarisvieringen ongeveer 20.000 SRD en 40.000 SRD voor de eindjaarsviering. Samen 60.000 SRD per ministerie en nog wat andere zaken die erbij komen. Totaal besparen we ongeveer 1 miljoen SRD. Vorig jaar hebben we al bespaard, want toen had ik het besluit al genomen om belastingvrij en een heleboel zaken niet te doen. Dit jaar hebben we nog verder teruggebracht, dus dat is een prestatie op zich. Maar wat we wel hebben gedaan, we hebben gezegd, kijk, bij de feesten bereiken wij niet iedereen. Wat er gewoon normaal bij eindjaarsviering gebeurde, is dat je organiseert het voor het hele ministerie, maar een paar honderd mensen komen opdagen. Dus je bereikt niet de mensen. En wat je wil hebben, is eind van het jaar de mensen memoreren die hard hebben gewerkt voor het ministerie ook. Ambassades die een goede bijdrage hebben, bedrijfsleven, organisaties, vakbeweging. De vicepresident zegt verder dat het geld bestemd is voor de ministeries en de kabinetten en niet voor de ministers, vicepresident of president. Het heeft niks te maken met de personen. De regering erkent dat het land een moeilijk jaar achter de rug heeft. Vandaar dat er ook gelet is op de uitgaven in december, zegt Adien. We denken aan de ambtenaren, 100 SRD belastingvrij. We denken aan de jubilarissen, want we hadden in principe ook besloten, als je alle gouden pinnetjes alles bij elkaar neemt, wordt het ingroet, het wordt te zwaar in december. We zouden wel zeggen, we gaan het niet uitstellen nog een jaar, net als hoe we het vorig jaar gedaan hebben. Wij gaan het verspreiden kwartaalbasis in 2017. Dus die komen aan bod, ambtenaren komen aan bod, maar we willen niet vergeten, middels die relatie geschenken, de mensen die wat extra hebben gedaan. En wat betreft, er is een brief gegaan, begreep ik, naar het staatshoofd, vind ik dus totaal misplaatst. En vooral het gebruik heb ik me wel even aangestoord van de term toe-eigenen. Dat vind ik een heel vergaande uitlating. Omdat als je een beetje maar weet hoe het systeem draait en als je beter geïnformeerd had, dan zou het niet eens zo ver over te komen dat je zelf natuurlijk... Belachelijk maken eigenlijk door dat helemaal aan de hoogste autoriteit president te gaan schrijven. Dit is iets dat vanaf 2011 natuurlijk al draait. Hè. Het is geïnstitutionaliseerd, men zou al moeten weten hoe het draait. Maar kennelijk dan weet men dat nog niet. Maar deze hoop ik dan die duidelijkheid gebracht te hebben. En we wensen allemaal natuurlijk hele prettige kerstdagen. Aldus vice-president Ashwin Adien is alles behalve geschakeld. Gelden die de regering zorgt voor de kerstviering.